Onlangs is pastoor van de Eikhof het Millhees 90 jaar geworden. Wat moet je doen om zo oud te worden? 90 jaar. Ja. Ik heb de laatste, denk ik, 35 jaar niet meer gerookt. Ik heb al veel gerookt. Op passende wijze is hij in verzorgingshuis De Berge in Millhees gehuldigd. Onze cameramensen maakten een impressie. Kijk maar, op rond, ze zitten er echt allemaal. Wat hebben wij vandaag, de Schoonendag? En de heer pastoor van Eikhof, zijn verjaardag viermaag. Hij wordt vandaag 90 jaar. En je zou het niet zeggen, maar toch, het is echt waar. En dan mag ik namens al deze mensen hier een woordje zeggen. En dat doe ik dan ook met heel veel plezier. Want hij staat nog helemaal tussen de mensen. En ze kan inmiddels echt geen bitter bestaan wensen. Daarom kan ik het ook niet laten om eens even over ons pastoorke wat te praten. 60 jaar geleden is hij tot priester gewijd. Als we nou terugkijken, het is een hele tijd. Dankjewel. Lang zal geleven, lang zal geleven, lang zal geleven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Lieve de Piep, hoera! Lieve de Piep, hoera! Lieve de Piep, hoera! Mensen, hartstikke bedankt. Ik vind het echt fijn. En dat ik het doe, het is dan mooier. Mensen, bedankt. Ja.